Er wordt gefluisterd door meerdere bronnen, um, dat een van de wethouders het toch wel heel zwaar heeft. En uh, het duidt, het lijkt erop, dat dat richting Turkije Tankier gaat. Uh, maar dat is nog niet officieel bevestigd, natuurlijk. Het is onrustig in het stadhuis in Nijmegen. De verdeeldheid binnen de coalitie neemt toe en het heeft er alles schijn van dat er meer aan de hand is dan de gebruikelijke controlerende rol van de raad. Je kunt natuurlijk ook, je zou ook de conclusie kunnen trekken dat de partijen in dit college er enorm goed in slagen om um, um hun taak als controlerend orgaan op het college goed uit te voeren, dus ook de collegepartijen. Um, het zou alleen uniek zijn voor Nijmegen als dat in Nijmegen heel goed zou lukken. Want bij de gemeente, bij de meeste gemeenten, de gemeenteraden, is het uh, zover nog niet gesteld. Hè. In Nijmegen zie je nou iets anders gebeuren. In Nijmegen zie je dat collegepartijen de wethouders best wel het vuur aan de schenen leggen. Dat is niet slecht voor het college, is juist goed voor het college als dat gebeurt. Um, is dat nou inderdaad het duale systeem, zoals dat heet, hè? dus die controlerende taak van de raad? Daar is het ook niet helemaal. Want we krijgen toch wel signalen um, dat er um, ja, hele lichte. Prikkeltjes, ergernissen zijn uh, tussen um, uh, collegepartijen en hun wethouder.